Dames en heren, een bijzonder goedemiddag. Welkom in de Duif. Wat fijn dat u in grote getale gekomen bent. Mijn naam is Thomas Beyer. Ik ben de artistiek directeur van de Young Pianist Foundation. En vandaag presenteren wij met gepaste trots het inmiddels derde concert in de serie Young Virtuosi, die de Young Pianist Foundation organiseert in samenwerking met Stadsherstel Amsterdam. Vanmiddag zijn die virtuozen ook daadwerkelijk zeer jong. Het zijn namelijk de drie laureaten van het junior concours van de afgelopen editie in 2019 van het YPF Nationaal Pianoconcours. En de eerste pianist die voor u gaat spelen is Filip Karmanov. Hij speelt drie stukken voor u. Allereerst de prachtige elegie in S mineur van Sergei Rachmaninov. Dan een heel bijzonder stuk van een Nederlandse componist, Joey Raukens, die met recht wordt gezien als een van de meest toonaangevende en meest fascinerende jonge componisten. Hij is nog vrij jong, van Nederlandse bodem. En dat stuk Roaming Empty Streets is, het zal u niet verbazen, geschreven in april 2020, toen de straten ook daadwerkelijk zeer leeg waren. En hij besluit met het eerste deel uit de derde sonate van Frédéric Chopin. Graag een warm applaus voor Filip Karmanov.
Thank you.
Dat was een prachtige late Chopin, voor zover men over late werken kan spreken bij een componist die maar 39 is geworden. Maar toch, straks hoort u ook vroege Chopin, maar nu eerst Mozart, die maar 35 is geworden en volgens die logica dus eigenlijk alleen maar vroege werken heeft geschreven. En die Mozart wordt gespeeld door Jure Jurakic. Het is de sonate in A mineur. Ik vind het persoonlijk de mooiste sonate die Mozart heeft gemaakt. Met een dramatisch eerste deel. Een tweede deel zo lyrisch dat het zomaar weggelopen lijkt uit een van Mozarts opera's. En een mysterieus, bijna een beetje spookachtig laatste deel. Graag een hartelijk applaus voor Jure Jurakic.
Tot slot, dames en heren, straks vroeger Chopin, het andante spianato e grande polonaise, briljante. Chopin schreef het toen hij begin 20 was. Het zijn eigenlijk twee stukken. Het andante spianato, spianato betekent kalm, gelijkmatig, is een inleiding voor die polonaise, die trotse, vurige Poolse dans. En daarvoor hoort u de eerste rapsodie in B-klein van Johannes Brahms. En dit alles wordt gespeeld door Alexander Jansen. Hartelijk applaus voor Alexander.
Bravo, jongens. Dames en heren, hartelijk dank voor het komen. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik heb dat absoluut. En ik wil graag nog erop attenderen dat het volgende concert is 24 oktober. Dan speelt Carlos Marin Rayo, Spaanse pianist en winnaar van de Tweede Prijs en de Publieksprijs. Bravo, nogmaals, dank u wel en ik hoop dat u een zeer prettige zondag verder zal hebben.